Welkom iedereen bij mijn Let's Play Metroid Fusion. In het vorige deel versloegen we een plant en versloegen we een nightmare. Allemaal hier in één dag. Vind ik heel knap. Allemaal in één deel bedoel ik, mijn fout. Oké, in één keer doorheen, kom op. We kunnen het, go, 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 yes. En nu kunnen we ook fatsoenlijk door water lopen. Wat ik echt miste. Haha. Ik spring zo over je heen. Ah ja, hier hadden we niks te zoeken, hè. Nou, misschien krijg ik nog een speed boost. En misschien ook niet. Ach ja, we kunnen niet altijd geluk hebben. Nou, misschien zit hier nog iets. Kom op. Mikke. Hé, hey, oké. Okay. Hey, energy tank. Oké, okay. Is hier ook een manier hoe je bij kan? Hoe kom je hierbij? Die dingen werken niet, dus wat is dit? Wat is de fucking bedoeling hier? Wacht even, ik ga even iets proberen hoor. Ja, die gaat omhoog, maar daar heb ik niks aan. Ik zie ook helemaal niks anders, dus dat is wel vervelend. Nou, hier komen we denk ik nog wel later een keer terug. Althans, dat hoop ik, dat ik het nog onthoud. Oké, we kwamen hieruit. Nou, laat me het houden op niet. Oké. Ah, we liepen om. Dat is heel vervelend. Ach ja, het kan even niet anders. En ik geef fucking slecht commentaar nou. Ja, dat is ook lekker. Oké. Nou, voor mij... Ja, voor mij moet nog één of twee bazen en dan zijn we er al eigenlijk. Het spel is niet echt lang. Van Metroid, Super Metroid en al die andere spellen zijn langer dan dit. Dit is echt heel kort. Nou, kleine powerbom en dan gaat iedereen toch dood. Nou, en ik krijg nog powerbombs ook. Ook leuk. Waarom zit hier een deur als ik er niet langs kan? Wat is dit? Oké, ik ga weer naar de map kijken. Oké. Rechts is opening. Althans, dat zou een opening zijn. Een safe ruimte. Zeer handig, maar niet op dit moment. Oké, ik ben zo terug. Hoor. Jongens, ik ga even kijken waar ik naartoe moet. Ik wil niet weer verdwalen, zoals altijd. Hey guys, and welcome back to more Let's Play Metroid Fusion. Last time we took down the damn nightmare, got the gravity suit, and we unlocked the level 4 security hatches. Now, right this time we gotta try and make our way back to Adam. Alright, clear the way, and of course keep running. And just on the spot. There we go. What we got here? Okay. And there we can run. Jump up here. And there we go, a power tank. What am I doing? I don't need these guys.
Lang leven walkthroughs. Ben eindelijk achter waar ik overal langs moet. Heer fucking luck. Nou, wat blijkt? Ik had wel een goed idee waar ik naartoe moest, alleen ik was niet aan het opletten. Zoals altijd. Serieus, hoe kunnen mensen dit spel halen zonder enige walkthrough? Echt. Oké, nou ja. Zolang als het niet al te lang duurt, vind ik het ook niet echt een probleem. Nou, weer in dit leuke plekje. Waar ik echt een stronthekel aan heb. Hier kan ik niet langs, ook leuk. Ook heel leuk. Vlammetje aan de kant, dank u. Nou, safe zijn we al geweest. Hier langs. Hier omhoog. Hier langs. Ga even dood. Bevries even. Je moet je echt timen. Time je het niet, ben je de lul. Kijk, en nou is hij wel zo ver weg. Oké. Kan ik ze ook neerhalen als je het charge shot? Ook. Nou ja, het scheelt me tenminste in missiles. Oké. Niet ver genoeg. Ah, shit. Maar wat blijkt nou? Je hebt een speed booster voor nodig. Ah, shit. Ik had verwacht dat ze dood zouden gaan. Ja, geef me meer raketten. Slim idee. Ik wil gewoon even een energy tank of zo. Zou ik heel fijn vinden. Zie je, dan kan je hier langs en dan kom je hier. Dank u. Ik heb meer van die gele nodig. Ah, shit. Dank u. Leuk. Ah, dit wordt zowat een gewoonte dat ik gewoon dit doe. Dat ik gewoon doodga aan het eind van een deel. Nou jongens, ik hoop dat jullie gewoon noten hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Welkom iedereen bij mijn Let's Play Metroid Fusion. In het vorige deel gingen we vaak dood en ik raakte verdwaald om er twee tellen. In dit deel gaan we zeker door dit rattenhol. Laat ik even zo noemen, of het kuthol. Ja, ik ben in zo'n bui. Zullen jullie ook zijn als jullie het spel zo lang hebben gespeeld. Ah, waarom kan ik jou niet raken? Hehe. Dat je panisch van wordt. En nu staat hij weer op zo'n rotplek. Nee, beweeg. Dank u. Ja, die kan niet ontwijken. Ah, fuck you. Doei. Oké, charge shot. Ik raak je met een fucking charge shot. Waarom ga je niet dood? Hehe. Oké. Speed boost weer erop. Oké, hier langs. Oké, ik wil even iets proberen, oké? Het is eigenlijk dom dat ik het ga proberen. Maar ja, speed boost aan, kom op. En ik loop overal doorheen. Dus het werkt wel. Ik ga hier gewoon langs, klaar. Hé, hey, een dataruimte. Oh, dataruimte zit hier rond. Huh. Zo te zien wel. En we hebben monsters die we kunnen killen. Heerlijk. Dank u. Ah, oh, wat fijn. Oh, wat fijn. Oké, een dataruimte. Diffusion added to missiles. Charged with R via fire with B. Nou, en dan krijg je dit. Boom. Heel fijn. Dus charge je en vuur.
En het bevriest alles in een hele korte radius. Ah, ik ga nog een keer verdwaald hier. Waar moet ik over naartoe? Oké, hier langs. Althans, dat dacht ik. Je kan voor mij niet verstoppen. Ik vind het toch wel. Oké, diffusion. Aan. Ik zei diffusion aan. Lekker, mooi timing. Oké, diffusion aan. En dat doet je het moet. Goed. En dan ga ik weer naar beneden. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling. Hier omhoog, dat is de bedoeling. Dit is de nachtruimte weer. Alsof we dat leuk vinden. Leuke... Dat is echt geen leuke plek hoor. Oh nee. Dit is sector 4. Was dat niet... Ah. Ik denk te ver na. We zijn gewoon bij die stomme recharge room allemaal. En ik ben niet eens aan het opletten. What the fuck? Waar ben ik mee bezig? Ik ben nergens mee bezig. Dat is het gewoon. Klaar. En save data. En navigatieruimte. Ja. Nee. Nee, ik ga niet naar je luisteren. Ja. Oh nee, de boxrobot is terug. Ah, dat is niet leuk. Sector 6. Oké. Ja, ik weet waar ik naartoe moet. Ja. En we gaan weer terug naar sector 6. Geen leuke plek. Oh, we waren hier al. Haha, troll. Navigatieruimte weer. Ja, is sterker. Aha. Oh, de SAX is achter ons aan. Dus we moeten opschieten, oké? Ah, dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Dit is zeker niet leuk. Oké, geef ze aan waar dit stomme ding is. Niet dus. Ah, fijn. Alsof zoeken al leuk genoeg was. Zoeken is niet leuk. En dit ding is ook helemaal niet leuk. Oké. En ik kan het ook niet even een beetje uit mijn hoofd doen waar dat ding, waar die boxrobot was. Want ik heb geen idee. Oké. Ah, ik ben een beetje dom nog mee bezig. Oké, was hier nog iets belangrijks? Misschien. We zullen even kijken. Nou, zit hier nog een kamer, dus... Ah! Dat is niet aardig. Pauwbom, zit hier nog iets anders? Ja. Lekker handig. Oké, dat is heel leuk. En heel leuk en aardig. Nu hebben we 100 van deze raketten. Ook leuk. Ik klink heel enthousiast, hè? Vertrouw me op, dat ben ik echt niet. Oké, laat me gewoon even kijken. En die SAX-box maar... Ja, die robot maar weer verslaan. Als ik het goed weet, moeten we helemaal naar beneden. Ook leuk. Dat weet ik nog wel. Of het was hier. Nee, het was niet hier. We moeten veel verder naar beneden. En voor mij heb ik die daar opgeruimd, hè? Ja. En hier was hij met de SAX. Toen we een keer dood gingen hier. Ja, wat leek als de dag van gisteren. Nou, eigenlijk heb ik dit zowat allemaal in één dag opgenomen, maar ja. Oké, hier langs. En dan zijn we ook bijna. Althans, dat dacht ik. Ja, en hier vochten we met die zon. Achterwezen. Uh,
Oké, hierin. Kijk of hier nog iets belangrijks was. Ja, meer raketten. Kan nu 105 bij me houden. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Oké, waar moest ik ook weer naartoe? Het was een lange streep, dat weet ik nog wel. Ik zet heel even de video op pauze, jongens. Ga heel even kijken waar ik naartoe moet. En even mijn boxen weer nakijken. Oké, tot zo. Oké, daar was ik weer. Ik heb nog steeds geen idee waar die eigenlijk is, maar... Ik ga dan wel een beetje rondkijken. Ah! Ik kon meer van die dingen hebben en ik ben te snel. Oh, dat is niet de bedoeling. Oké. Oké. Gewoon dit blijven doen, is alles goed. En nu meteen weer weg, go! Huppa! Like a boss, like a fucking mother boss. Powerbombs, mijn beste vriend. Ja, heel apart. Ik had verwacht dat hij, dat we allemaal zouden tegenkomen. Ik weet wel waar. Waar je hem vecht, dat is niet het probleem. Alleen het probleem is even, waar vind ik hem? Allemaal heel vervelend. Ja, als je het ik heb het al een keer in de proefronde gedaan, zoals ik jullie al een keer heb gezegd. En toen heb ik alles gewoon blind gedaan en kon ik alles gewoon meteen vinden, zonder problemen. Maar nu gaat alles gewoon veel moeilijker en ik kan niks vinden. Allemaal zeer vervelend. Ah, kom, dit lijkt zo nep. Hier moet iets zitten. Kom op. Zit ik goed? Zit ik goed? Ik zie geen... Ja, ik zit goed. Ik zit zeer goed. Gewoon een beetje rondlopen. Helemaal naar beneden gaan. En dan weer naar boven. Safe ruimte. Ik heb echt slecht commentaar. Nou ja. Even hier doorheen blazen. Zoals het hoort. Hierin. Caution. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ja, ja, ik weet het ook wel. Waarom ging die powerbomb niet zo ver? Nee joh. Hoe vaak heb je dat nou gezegd? Ik ga weer opnieuw saven. Zit een beetje apart uit dat ik dit nu alweer doe, maar ja. Dan spawnen die dingen ook weer opnieuw, wat ik ook wel fijn vind. Ja, ik hoorde die eerste keer al. Warning. En hij is er. Nou, hier is een vriend die we lange tijd niet hebben gezien. En hij ziet er nou heel freaky uit. Zo hoort hij er niet uit te zien, dat weet ik wel. Een moment jongens, ga even kijken wat er mis is met mijn Game Boy. Nou, ik heb echt geen idee wat er met mijn Game Boy aan de hand is, maar zo hoort hij er niet uit te zien. Nou, dan vult hij zulke hittegevoelige raketten af, die heel fijn zijn. Ze zijn niet heel moeilijk, gebruik gewoon de plasma beam en je hebt genoeg. Ah, sommige kunnen nog wel een keer raken. Nou ja, ik ben volgens mij de eerste let's player die het... Die met een fucked up box security robot vecht. Ook heb ik nog geen idee hoe ver ik hem al heb gekilled. Want hij is een van de weinige. Ik ben aan het praten en ik ga dood.
Nou, ik heb beloofd dat ik geen gewoonte meer zal maken van het feit dat ik... Als ik doodga, het einde van, van het deel is. Dus ik maak het deel wel even af. En ik versta die robot. Ook heb ik geen idee waarom eigenlijk opeens het spel zo raar doet. Ja, ja, ja. Kijk, nou ziet het telkens wel normaal uit. En nu zie je ook de raketten beter, wat ook fijn is. Oké, blijf gewoon stilstaan, dan kan ik je neerschieten, oké? Hoe klinkt dat? Oké, kom op, blijf stilstaan. Ah, heerlijk. Het zou veel makkelijker zijn geweest als het water niet geëlektrocuteerd was, maar ja. Daar zou er geen uitdaging meer in zitten, of wel? Oké, blijf stilstaan. Hoe? Nee, ik vraag het niet eens meer af. Oké, blijf stilstaan. Kijk, dit is echt geen moeilijke baas. Dit is echt een hele simpele baas. En nou het water ook weer normaal is, kunnen we... Is het wat eerlijker gevecht nou. Oké. En we hebben een nieuwe vaardigheid. De Wave Beam. Beam now penetrates walls. En dit was de straal die door alle muren doorgingen. Dus dat is wel fijn. En nu we dat gedaan hebben. Oké, dit vind ik ook mijn favoriete straal. Waarom? Ziet er gewoon cool uit. Ah, fuck you. We gaan gewoon daar weer naartoe. Omdat ik weet dat we daar naartoe moeten. En nu gaan we door alles makkelijk heen. Heerlijk. No entry. Ja, fuck you met je entry. Ik ben een baas. Pech gehad. Ik luister niet. Ik luister niet. En jullie luisteren ook niet mee. Dus dit wordt het einde van het deel. Want hierna komt iets belangrijks. En hebben we lange tijd geen safe ruimte meer. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van dit deel. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!